En dus die de commissiegeerkomste juster werd voor een grutpad in het teken van de rek. Maar Henry Sarolea, jurist van Afval over Nee, hij spreekt in. Ik ben mij ook bewust van het verschijnsel dat inmiddels bij menigeen van u dat wat bij het ene oor binnenkomt aangaande de RSC heel snel het andere oor weer verlaat. Maar, zo zoit hij, er is echt wat onderhaan. De oven verbaant op te lege temperatuur. De daar heersende en uiteraard fluctuerende temperatuur wordt naar het publiek in de jaarverslagen stelselmatig te hoog voorgesteld. Dit is een zeer ernstige beschuldiging van mijn kant aan het adres van Onding. En zoals ik u heb laten zien, ook middels mijn brief, zijn er ook door de rechtbank aangestelde experts twijfels gerezen over die temperatuur. De meeste politici geeft het cijferverhaal boppen de pet. Ons witte zijn het ik net. Wethouder Boon wil verder onderzoek aanwachtje. Gedeputeerde Grier heeft dat gezegd. Ga niet eerder over tot het nemen van maatregelen dan wanneer de onderzoeken, en dan heb ik het over dioxineonderzoek in de pijp, het luchtkwaliteitsonderzoek wat gestart moet worden, voordat die afgerond zijn. Hoe het nou zit, weet ons net in. De zogenaamde begeleidingsgroep die de gemeente en provincie adviseert, is voor een pad uit me van. Daar zit nevens gewoon partijen geen zaakkundig iets meer. En ik de GGD wordt net toch elke keer lood. Ik zie dat de GGD dus zich wat mij betreft meer als een ambtelijke organisatie opstelt dan als een volksgezondheidsorganisatie. En dan denk ik van waarom beginnen ze meteen te roepen er is niks aan de hand. En nogmaals, het moet zoals de wethouder zelf zegt, er moet nog zoveel uitgezocht worden. En nu al weten ze dat de volksgezondheid niet in gevaar is geweest. Nou, dat is met elkaar in strijd. Maar van wethouder Boon is het lastig. Hij komt nou mooi een informatiegeerkomste. Omstandigheden willen we bij elkaar brengen. Dat gaan we doen, hopelijk eind januari. En dan gaan we, zoals ik hier in de gemeenteraad heb verklaard, met een inloopmiddag iedereen informeren. De raadsleden, de statenleden en ook het publiek. Maar dat de discussie delbijtje zil